Ik werk al de ganse tijd in hout. Hè. Mijn ramen, mijn deuren heb ik al allemaal zelf gemaakt. Hè. Dus hout was voor mij iets nieuws eigenlijk. Hè. En dan muziek erbij, ja, dan was de link vlug gelegd van een keer een instrument te proberen. Hè. De muzikaliteit die heb ik wel van mijn vader, want mijn vader was een vrij goede violist. En de handeling misschien wel van mijn grootvader, want die heeft ook een paar violen gebouwd. Hè. Er is nu nog eentje die hier in mijn bezit is. Maar zijn viool was heilig, ik mocht er zelfs niet aankomen. En dat heeft misschien ook een beetje een push gegeven om toch maar violen te bouwen dan, hè. Zijn viool heb ik dan met de tijd wel mogen herwerken, laten we zeggen. Als ik ze dan geoptimaliseerd had, vond hij wel dat ze dus een stuk beter klonk. Dus daar was hij wel in de wolken. Hè. Toen was ik vioolbouwer. Hè. Ja. Een viool heeft natuurlijk zijn eigen karakter. Hè. Het eigen karakter kun je niet wegcijferen van een viool, maar je kunt er wel optimaliseren. Dus je kunt wel de zwakke delen daar min of meer uithalen door de métier te kennen. Maar de eigenheid van het stuk hout waar je mee bezig bent, kun je moeilijk veranderen. Hè. Naarmate dat je meer ervaring hebt, kun je dat wel min of meer in de goede banen leiden. Hè. Door hier en daar dingen weg te schaven of weg te laten, een paar millimeters eigenlijk maar weg te nemen. Eigenlijk is dat altijd zoeken naar iets beter. Dus in feite nooit tevreden zijn van klank. Qua uiterlijk, ja, als je een mooie viool kunt bouwen, kun je er ook twee en drie bouwen. Hè. Maar een goede viool bouwen, ene, lukt. Een tweede is even moeilijk. Hè. Want dat stuk hout waar je mee bezig bent, moet dus ook in de goede richting zitten. Hè. En dat is fascinerend. Hè. Dat is een uitdaging, hè, om altijd maar beter en beter te doen. Hè. Dus eigenlijk, ja, om goede instrumenten te bouwen, moet je een beetje een perfectionist zijn. Hè. De voordelen, ja, laat ons zeggen, dat het echt, ja, dat het goede kwaliteit levert. Hè. De nadelen, ja, is, ja, peken zus zeggen ze. Ja. Maar ja, zo is het. Hè. Je moest, ja, iets voor hebben. Ja. Aan uw handen bijvoorbeeld, dat zou wel een kleine ramp zijn, denk ik. Zo. Want om een instrument te bouwen, zeggen ze altijd dat het twee rechterhanden moet hebben. Hè. Als je dat eigenlijk niet meer kunt maken, ja, dan is er een stuk van je leven die verdwijnt. Hè. Ja. Als ons Katrien geboren is, was er dan niks aan de hand. Ja. Tot haar 4, 5 was die gans normaal. Een keer als ze dus naar school ging, moest ze dus schrijven, ja, beginnen schrijven. En soms ging ze dus uit de lijn. Hè. En zo is dat eigenlijk begonnen, die storingen. En zo is dat, ja, stilaan achteruit gegaan. Tot op het moment, ja, dat alles blokkeerde en ja, dan is het over. Ja. Maar ze kon zelfs wel op de piano het een en het ander tokkelen nog. Hè. Als je iets wilt kunnen, ja, dan lukt dat wel. Hè. Spijtig dat ze dat niet kunnen ontwikkelen heeft. Ja.
als ik fiets, dan denk ik vooral aan ons Katrien. Meer dan de vioolbouw eigenlijk. Het is daarom dat ik ook weer fiets. We hebben dus eerst het Katrien de Bruikerfonds opgericht. En dan zijn we gestart met zo'n orkest. Dus we hebben dat dan opgericht, als ons Katrien gestorven is, met de bedoeling dus om ja, de naam van Katrien te laten verder gaan. Vandaar ook Arabesca, dus de KA is van Katrien. Ook in mijn viool staat er bovenaan een K gebeiteld. Dus de K van ons Katrien. Ja. Een keer als de viool af is en die wordt dan bespeeld en die wordt dan verkocht, dan is het wel een stuk van jezelf dat weggaat. Uw eerste instrument dat je bouwt, je hebt nog niet veel op stok. Hè? En als die dan weggaat, dan zeg je, verdorie, moest je nog een beetje gehouden hebben. Hè? Als je dan een goed instrument verkoopt aan iemand die echt goed speelt, hè, dan kun je daar wel beter afscheid van nemen. Zeg. De eerste toon. Ja. Want een viool die gebouwd moet daar niet liggen. Hè. Een viool moet bespeeld worden. Hè. En zeker als dat dan naar mensen gaan die er ook verstand van hebben om te spelen, dan is het natuurlijk leuk. Hè? Dat doet goed voor, hè? Voor zoiets. Thank you.